als ik dan terugdenk, Wilfred, je schaamt je kapot. Kijk, een heel smerig verhaal, hoor. Maar dat soort dingen gebeurden. Ik was met de keeper van Veendam, met twee juffrouwen op stap. En we werden liederlijk. Heeft hij nou verteld of niet? Nee. Ja. Hoe lang was dat? 1936? Net... Nou, het was net na de oorlog. Ja. Maar we zijn op stap en dronken. Ja. En we gaan mee naar die woning. En die juffrouwen die zijn zo dronken, die kotsen ons helemaal om. Wat zei je? Dat pik ik niet. Nee, maar toen weet ik toch wel. En ik ben er niet trots op, maar dat soort dingen gebeuren als je jong bent. We zijn weggegaan en die juffrouw die lag bewusteloos op zijn bank. En daar stond zo'n grote kaars en die hebben we erin gestopt. Dus zijn we weggegaan. Nee! Hebben jullie nog wel aangedaan? Nee. Nee, daar zou je nu gevangenisstraf voor krijgen. Ja, het is in jouw geval al lang verjaard, maar het is wel een beetje maar apart. Dat soort dingen zijn gebeurd en we hebben allemaal onze jeugdzonden. Hè? En ik vind dat nu ook met dit soort beschuldigingen, het gaat wel ver terug. Hè? Want er is een groot verschil of je 73 bent of 22. Hè?